Oud-minister van Handel, Industrie en van Openbare Werken, Richard Kalu, gelooft niet dat de regering in staat is om de kwestie van de Brokopondo-overeenkomst in goede banen te leiden. Kalu was gisteren de inleider bij de lezing van de kenniskring met als thema waarheen bauxietsector en Brokopondo-overeenkomst. Het andere onderwerp was de europroblematiek, achtergrond en uitdagingen met als inleider Steven Debipersat. In zijn presentatie haalde Kalu aan in welke positie Suriname zich nu bevindt. Wat is onze positie? Vertrouwt u deze regering? Vertrouwt u erop dat die regering iets gaat doen in het belang van Suriname? Gelooft u dat? Ik geloof het niet. Men heeft zoveel geld gehad. Men heeft niets productiefs gedaan. Men heeft niets gedaan aan de verdiencapaciteit van het land. Dus in feite, men is niet geïnteresseerd in het algemeen belang. Zo simpel is het. Dus men heeft, om ons te belazeren, is men altijd druk bezig. Het ene interview na het andere. Je hebt drie zenders waarop de regering te zien is. Eén via het parlement, eentje via waar ministers aan het woord zijn. En eentje waar ze allemaal alle dolle interviews afgeven. In elk geval, men wil het volk druk bezig houden en het gevoel geven dat men druk bezig is. Maar in elk geval, in de praktijk gebeurt er niets. Een van de plannen van de regering is om de stuwdam onder het beheer van staatsolie te brengen, zegt Kalu. Hij vindt dit geen goed idee. Staatsolie heeft dankzij corruptie een grote schuld en krijgt op dit moment prijssubsidie van, hoe heet het weer? U, van de consument. U, want u betaalt nergens meer voor brandstof. Het plan 2, dat is geheim. Daarom staat het daar geheim, zodat u het niet weet. Dat is de bedoeling in feite om de buit te verdelen onder de Dilip Sardjoe en de grote baas. En misschien mag iemand anders nog mee huppelen, maar niets in algemeen belang. Dus kijk maar naar de toestand van staatsolie. Dit is per medio 2017. Een schuld zijn alleen de liabilities. De korte termijn en de lange termijn. Samen circa 334 miljoen plus 651 miljoen. Meer dan 900 miljoen, bijna 1 miljard. Alus Richard Kalu, inleider op de lezing van de kenniskring met het thema waarheen bauxietsector en Brokopondo-overeenkomst.